Dit is Oostenrijk, bitch. Mijn moeder. Ik vind het uitzicht al fantastisch. Dit is het voor heel deze week. De komende 10 dagen leven wij hier. Wat een uitzicht. Wat een view. Dit wordt dus de suite voor mij, Witse. En we hebben hier een badkamer. Het wordt spannend om met jou te slapen, man. Een lepeltje met Witse snoes. Ik pak gewoon dit deel. Jij mocht het weer andere delen hebben. Ik zal daar slapen. Ja, dat past wel voor u. Hoe was de reis, man? Fluweel. Oké, mama, vandaag samengevat in één woord. Wachten. Rijden. Auto. Het was gewoon vermoeiend. Het enige wat je gedaan hebt is in een auto gezeten. Ja, maar dat was vermoeiend. Oké, jongens, morgen wordt een interessante dag. Er gaat van alles gebeuren en ik weet nog niet. Mama, we zullen wel zien. Biedt dat in. Jongens. Wij gaan slapen, boys. Wat al dat haar. Hey boys, what's up? Good morning. Zie jullie onder het put en slaapzand mijn straaloogjes? Ik ben zo blij dat ik hier ben, man. Er zijn hier gewoon schapen. Oei, er zijn hier gewoon schapen. Check dit. Daar zijn bergen met sneeuw. Daar zijn bergen met sneeuw. En als jullie goed kunnen zien, je hebt daar zo'n berg. En als je goed kijkt, zie je zo hier zo een pikkeltje op die berg. Dat is dus een berghut. En wij gaan die berghut wandelen. Dat is een dikke 1300 meter stijgen. Oké, nee, het is totaal nog niet zeker. Maar ik en mama willen het wel doen, want het is wel een zieke uitdaging. Wij gaan naar de winkel, want er moeten natuurlijk inkopen gedaan worden. Mama heeft zo van die dure mondmaskers moeten kopen voor hier. En dat is precies een pamper op je mond. Zolang dat we maar veilig zijn. Wij moeten ook om de 2 dagen een stok in onze neus steken. Dat is minder amusant. More than a feeling. De jongens, zie je hoe maf, man. We gaan gewoon winkelen en dit is het uitzicht. Crazy. Maat, wauw. It's beautiful, isn't it? Waar is dat op die kleibak? Hey. Ik heb 15 bananen gekocht. Dit assortiment aan chocolade. Dat was weer typisch dat jij naar de wijn aan het kijken bent. Ik heb wel, ja. Eigenlijk champagne, hè, maar 1 plus 1 gratis. Weet je wat dat betekent? 2 voor de prijs van 1. Gewoon een fles CO2 van Oostenrijkse afkomst. 60 liter. We moeten nog voor u... Je zou het niet zeggen dat dit 60 liter is. We moeten voor u nog gehoogte hespen. We gaan dat gaan halen voor uw recept. Ja. Dit is een flesje uit de jaren 1906. Witsen heeft net zijn staartje uitgedaan en we hebben een nieuw hoogtepunt bereikt. Yo guys, what up? Welkom op een nieuwe dag. Vandaag is de 2e dag dat we hier zijn. We gaan nu een wandeling doen, een opwarmwandeling voor deze week. Let's get it. Oké, jongens, we zitten momenteel in het midden van onze wandeling. Ik heb hier een vader. Hoe bevalt de wandeling? Super, een paar omzwervingen. We zijn letterlijk een kilometer al verkeerd gelopen of zo. Dat moeten we niet vertellen. We zijn wel goed bezig, toch jongens? Hey. Anyway, ik weet niet hoe ver we nog moeten gaan. Maar het is bekendmiddag denk ik, dus we moeten spie ergens gaan eten. Wat uur is het? Het is 11:30. Dat is dus benamelijk. Yo, check deze view, man. Wauw. Tussen de clouds. Allee, jong, pas op. Wie stijgt een berg op, maat? Zie je hier, jong. Waar naast je? Witse, ik ben helemaal in de wolken van jou. Ze zijn net terug vertrokken. Ik heb een kw al aan, want ik heb het gevoel dat het weer gaat regenen. En het is al een beetje aan het druppelen, dus daarom. We zijn nu weggegaan nog 150 meter de lucht in. En dan waarschijnlijk met dat liftje, alleen met zo'n kabelliftje naar beneden. Ik weet eigenlijk niet precies wat het plan is. Ik volg maar en ik drink maar van mijn baas. Jullie kunnen dat waarschijnlijk niet zien, maar we staan dus echt praktisch, echt op een schoon panorama uitzichtpunt. Maar letterlijk, er zijn zoveel wolken. Nou begint dat hier ook nog te regenen. Het is hier precies België, maar dan wat hoger. Witsa, wat vind jij momenteel van de wandeling? Koud. Je moet zien hoe mistig dat is, man. Dat is niet normaal. Daar is mama. En, like, dat is like
10 meter weg of zo, ik kan ze op het kanaal niet meer zien. Dit zijn Maltekes, daar is de rivier en we gaan vandaag naar twee bergen. Wat is de setup van de dag? We hebben weer dikke bergbotten aan. We hebben de Camelback waterreservoir. We hebben een rugzak bij met wandelstokken en een extra fraksje. Daar gaan we ergens wandelen. Let's go. Let's go. Let's go, boys. Zie hier onze papegaan. Je zou het hem bekend niet zien met zijn groen vestje. Oh, de achterban. En ik. We zijn begonnen aan de eerste helling, om het zo te zeggen. Kijk, deze pas klimmen, jongens. Percentage van toch wel 69%. Ik heb mijn leg deze wel gehad hier. We straks stonden we hier naar beneden. Nou, zijn we hier. Hier naar beneden. Hier. Ik kan jullie dit ook nog even laten zien. Een echte waterval in het wild, jongens. Hey, zie je dat ze hier gaan, jong. Rechte lucht in. Op naar de hemel. Dit is hier een stijlpadje, amai. Stef, het is hier ook echt zo. Dit is zo recht. Dat is zo wee. Oké, okay boys, vanaf nu wil ik het leven doorgaan met de naam Jente de watervalbeklimmer. Want deze is toch wel stijl, dat zie je mij, zo'n touw en zo. Als hier valt, dan zijn we wel best dood. Het is ook zo op deze moment dat zo België allemaal onder water staat. Ja, of luik. Die filmpjes dat we hier al hebben gezien, man. Oh, joh. Dat is niet normaal. Sterk dan iedereen daar, want het is nat. Hier ook. Het is ook zo spijtig, normaal zijn dat super hoge toppen. Nou is dat wolk. Dat is waar, dat is wolk, dat is waar. Ho, jong. Ziet hem eten, dat is een echte sportman. Ik zit pannenkoeken aan het eten. Wow, almdoedelig. Ook dat haar, dat is een echte Oostenrijker. By the way, sneeuwbergen. Nog sneeuwbergen. Mama, hoe verloopt de dag? Goed. Zie man. Zeer schön. Oké, speel dat liedje van What a Wonderful World. Nu dat liedje van When the hits your life, like a bigger pizza pie, that's more. Je moet het maar doen. Hoppa, eten we hem? Nee. Jongens, we zijn helemaal afgedaald tot het dorpje. We komen helemaal van boven. We beginnen ergens. Nou, yes, de afdaling gaat voor. En dan moeten we onze coronatest gaan doen. Want we moeten hier om de twee dagen testen. Om te zien of we nog altijd negatief zijn. Negatief. We zijn juist getest. Ik ga nu naar het huisje. Maar een dag is goed geweest, zeg mij. We zijn er bijna. De laatste meters. Boys, we zijn aangekomen. Wat een tochtje. Als je kunt zien, op die berg, daar zijn we naar boven gekomen. Eigenlijk net onder de boomgrens. Dat was een pittig tochtje. Maar kijk, we did it. Dat was mooi. En met deze wil ik dan ook de video afsluiten voor vandaag. Morgen gaan we downhillen, wat dus eigenlijk dit is. Dat wordt echt episch. Maar dat is voor de vlog van volgende week, guys. Dus alsjeblieft like en subscribe als je deze leuke video vond. Hey.